Yo gasten, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe Brawl Stars video. En dit is toch wel een hele zieke video. Ik ga in deze video 4 nieuwe rang 25's halen. Namelijk Leon, Carl, Rico en meneer P. Zoals je kan zien heb ik nog 1 trofee nodig voor Leon. Carl heb ik nog 4 trofeeën voor nodig. Rico nog 5 en Mr. P nog 7. Dus met alle 4 moeten we maar 1 potje winnen. Of als we showdown spelen of tweede of derde worden. En dan hebben we ze rank 25. Maar wat heb ik gegrind dit seizoen, jongens. Ik heb zoveel gespeeld. En ik ging van 26,5 naar 27,3 in ongeveer 1 dag. Dus kijk hoeveelste we op dit moment staan van Nederland. 57ste van Nederland met 27.500 trofeeën. Ik ga nog mijn best doen om in deze 20 uur die nog over zijn... naar de 28k te pushen. Ik zeg niet dat het gaat lukken. Maar weet je, je kan je best altijd doen. En anders, wie weet, volgend seizoen. En misschien gaan we ooit die 30k aantikken. Dat zou natuurlijk fucking ziek zijn. In ieder geval, vind je zo'n video nou leuk? Drop even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan, mis jij niks. Dikke shoutout naar mijn clan. Zoals je kan zien is die weer bijna vol. Er is nog weer plek. Als je nou 19k trofeeën hebt, join even. De nummer 3 van Nederland is gejoined. Namelijk DC Croquetman. En hij is een beest. Hij staat derde van Nederland. En we hebben bijna 2 miljoen trofeeën samen in de club. We staan op dit moment 25ste van Nederland qua club ook. Dus het is een gezellige club. Binnenkort komen weer minigames. Dus als je die ook wil spelen. Als je daardoor geliefd bent. Ze komen weer terug. Dus ik zou zeggen... heb je de tijd? Heb je er zin in? Join de club lekker. Jongens, een beetje te veel gepraat. Ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen. Ik ga beginnen met de laatste, dus met meneer P. Ik laat alleen de winpotjes zien op de potjes. De belangrijke potjes voor rang 25. Anders duurt de video misschien wel heel lang. Ik ga gewoon met random spelen op knokbal met Mr. P. Ik denk dat het een goede map is voor knokbal. Dus laten we gewoon van start gaan. En hopelijk kunnen we deze 4 rang 25's allemaal best wel snel halen. Oké jongens, potje nummer 1. En ik zit bij een Jackie en een Sprout. En dat vind ik eigenlijk wel chill. Ik speel gewoon met randoms. En ik moet tegen een Primo. Primo's, daar kan je altijd wel lekker... Oké, die Jackie is zo te zien niet zo goed. Op die Primo kan je altijd wel lekker... hoe noem je dat? Je superchargen. Oké, dit is een beetje irritant. Ik moet hier even oppassen. Ik moet hier heel even oppassen. Oké, die heb ik gehit. En ik leef nog. Hopelijk kan die Jackie even wat schade verrichten. Kan die misschien straks een goaltje maken. Moet uitkijken voor die Barley. Ik heb net ook Barley naar 700 gepusht op deze map. Maar het is dus verschrikkelijk om tegen Barley te spelen op deze map. Want zoals je kan zien worden we gewoon puur gelezen door die Barley. Hopelijk kunnen we hem zo even killen. Dat zou wel chill zijn natuurlijk. Die Jackie is heel slecht aan het spelen. Maar echt dramatisch slecht. Even kijken of ik hem kan killen. Nee, dat lukt me niet. Ik heb hem wel heel weak. Hij is nu wel dood, dat is top. Als we die Barley gewoon kunnen killen, kunnen we denk ik best snel pushen naar hun doel. Maar ze hebben dus ook nog een Primo en een Pam, wat eigenlijk wel 2 tanks zijn. Ik speel dus weer op iPad, dus vandaar dat ik soms mijn chat open in plaats van dat ik schiet. Dat is een beetje zonde natuurlijk, maar kunnen we niks tegen doen. Oké, hopelijk kan ik die Barley even weer een paar keer hitten. Oké, die heb ik heel veel gehit. Ik kan nu mijn Mr. P ding upgraden, mijn kip. En... Primo verkloot zijn special daaraan. En hij gooit zijn gadget op mij. Oké. Barley kan ik killen. En dit ding ga ik ook even slopen, denk ik. Dat is wel even nodig. En dan is daar weer een Pam. En nog een Primo die nu dood is. Om die chat zo snel mogelijk weg te werken, doe ik gewoon, praat ik gewoon, zeg maar. Of doe ik even een emoji in de chat. Die Pam kan ik nu killen. Ik moet gewoon zorgen dat ik hier een beetje blijf. Ik word nu een paar keer gehit door Barley weer. Dat is fucking vervelend. Maar hij heeft alweer zijn super. Hij blijft die super maar pompen. Oh shit, ik was net te laat met mijn gadget. Oké, goed zo. Die Barley is weer dood. Ik kan weer hier een paar hits doen. En die Pam gaat nu ook dood. En die was heerlijk getimed, die gadget. Die Primo, die gaat nu ook waarschijnlijk wel dood. Ik hoop niet dat ik dood ga. Oké, dat gebeurt niet. Ik moet even uitkijken voor die Barley. Ik paas hem gewoon naar Jackie. Hopelijk kan hij misschien wel die Barley killen. Maar die Jackie, zoals ik al zei, is niet zo goed. Dat is een klein probleempje. Kan een klein probleempje worden. Ik ga even mijn special hier neerzetten. Want dan kunnen we hem killen. Oké, ik wacht heel even. Ik paas even weer naar Jackie. Misschien heeft hij nog een gadget. Dat zou in ieder geval heel fijn zijn. Als hij deze kan scoren. Hij kan hem afmaken. Gaat hij het doen? Ja! Dat is de eerste rank 25 van deze video. Samen met de Jackie en de Sprout is het toch de Jackie die de pot beslist. Hartstikke lekker. Onder 0 seconden. Alles ging kapot. En daar is onze Mr. P dan eindelijk rank 25.
Lekker potje gespeeld. Ging hartstikke goed. En we gaan door naar de volgende knokker. En dat is, eventjes kijken, Rico. En Rico ga ik even een andere sterrenkracht voor aanzetten. En die ga ik op precies dezelfde map pushen op deze knokbalmap. Want die is ook heel goed voor Rico. Carl ga ik ook op deze knokbalmap doen. En Leon ga ik in Showdown doen. Dus ik zie jullie terug bij het potje met Rico. Oké jongens, welkom bij het potje. En ik zit bij een Dynamike en een Frank. Ik denk dat dat best wel een goede combi is. Als die Dynamike een beetje goed is, dan hebben we een groot voordeel. Ik moet, kijk, dit is heel vervelend voor hun om tegen een Dynamike te spelen. Maar ik kan hier misschien wat hits doen. Ik moet even uitkijken voor die Jackie. En die muur is kapot door de Dynamike. En een Frank is eigenlijk ook perfect om in te spelen. En we staan alweer 1-0 voor, het is ongelofelijk. Frank maakt hem af, dat ging echt niet normaal snel. GG's. Ik zal even uitkijken, nu heb ik dus niet meer die muur waar ik tegenop kan schieten. Wat wel een beetje vervelend is. Ik ga even kijken of ik gewoon weer wat hits kan doen. En misschien dat ik hier eventjes wat hits kan doen. Dat kan ik. Maar ik word nu wel gehit. En Tara killt onze Frank. Nu wordt het een beetje lastig. Ik ga gewoon even kijken of ik hier wat hits kan doen. Kijk, heerlijk verdedigd. Die was binnen no time dood. Oké, misschien kan ik hier nog wat hits doen op die Tara. Die is ook bijna dood. Maar die heeft wel de super. En die missen volledig. Dus dat is hartstikke top. Oké, ik weet nog. Wat doet die Dynamike? Hallo, Chris NL. Even normaal doen. Misschien kijkt hij deze video wel of zij. Zou natuurlijk zomaar kunnen. Waarschijnlijk niet. Mogelijkheid is er, oké, ik mis mijn hele super. Dat is niet zo goed voor mij. Als ik hier die Daryl kan killen, dat zou top zijn. En dat lukt me. Dan doe ik even een paar autoshots en die is ook dood. En dan kunnen we misschien die Jackie of die Jesse killen. En dat lukt zeker. Oké, dan moeten we even weer uitkijken. Er staat hier een hele boze Daryl te wachten op mij. En die heb ik nu ook een paar keer gehit. Oké, die is dood. Die is dood, maar ik heb 200 AP. Dus ik moet even uitkijken. En Dynamike is hier lekker mensen aan het killen hoor. Oké, wacht. Nee, die ga ik niet killen. Misschien deze. Oké, dat zijn een paar goede hits. Dat zijn een paar hele goede hits zelfs. Dan moet ik nu even uitkijken voor die Daryl. En die Tara. Want die Tara heeft net een super... gebruikt. Oké, 2-1. En nee! Dynamike! Wat een choke! Wat een choke! Ik kill het hele team. Maar die Dynamike die chokte heel hard. Maar die Daryl die chokte nog harder. Ik ga even de, hoe noem je dat? De bal hierheen schieten. Want dan duurt het extra veel seconden voor hun om die bal te pakken. En Dynamike die is gewoon lekker aan het wachten. Ik verkloot weer mijn super. Ik heb nog wel een keer mijn gadget. We hebben nog 10 seconden te spelen. En ik moet dit potje eigenlijk wel gewoon winnen. Ik wil nu niet doodgaan. Oké, ik word niet gehit. 3 seconden nog, dus dit gaan we zeker weten winnen. En we scoren nog. Dus dat betekent dat dat de tweede rank 25 is van deze video. Sterspelen. Hartstikke lekker. Het is niet lastig om sterspelen met Rico te worden. Maar Rico is ook eindelijk rank 25. Gaan we door naar de volgende knokker. En dat is, eventjes snel koekeloeren. Dat is Carl. En Carl is gewoon heel goed. Ik heb sterrenkracht. Krachtworp, dat zijn pikhouwwiel 13% sneller gooit. En waardoor het ook sneller terugkomt. Dus dat is een goede sterrenkracht. Hopelijk kunnen we deze ook in één keer winnen. Stel je voor dat we alle vier de knokkers in één keer halen. Dat we 0 potjes een trofee verliezen. Dat zou hartstikke nice zijn natuurlijk. Maar we gaan het zien. We gaan een potje starten. En zie ik jullie zo terug. Oké, jongens. Derde potje. En we moeten tegen een andere Carl. Dat is misschien wel chill. En misschien ook wel niet. Want misschien is die wel heel goed. Alleen, we gaan het meemaken. Een Mortis is heel vervelend om tegen te spelen met een Carl. Oké, en die Carl hit mij al 2 keer. Dus dat is wat minder. Ik zit bij een Primo. En een Mortis, volgens mij. Jazeker. Oké, iedereen is dood van mijn team. En een Colt. En Colt is echt cracked. Die heb ik gisteren toevallig nog 25 gehaald. Die is dood. Maar Colt, als Colt zijn schoten raakt, jongens, dan is die zo ontzettend goed. Dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Carl is lastig om 25 te halen of omhoog te pushen. Als je niet in het team zit, weet je waarom. Ja, je moet, zeg maar, je moet vertrouwen op je team, weet je. Teammates moeten de goals maken. Carl is natuurlijk niet iemand die de hele tijd goals gaat maken. En, nou ja, dat is gewoon een feit. Ik kan hier mijn super doen. Als Primo hier niet choked, dan hadden we echt moeten scoren. Maar Primo, die choked heel hard. Dat is een beetje vervelend. Moet hem even laten lijken dat hij ook gewoon gechoked heeft. Het is zijn fout. Dus, is niet erg. Maakt niet uit. Jongens, altijd gewoon even op... Wat doet hij nou? Kom op, jongen.
moeten winnen. We moeten winnen. Kom op. Oké. Okay. Hier kijken, kijken. We outplayen die Carl helemaal. Oh, en daar is een Cole die heel goed is en heel veel hits raakt. En die is dood en hij heeft alleen nog een Mortis te gaan. Zou je toch zeggen dat je die moet afmaken? En dat doen we zeker weten. 1 tegen 0. En nog 1 minuut te gaan. Nog 1 minuut te gaan. En nu doe ik een blij gezichtje. Nu ben ik natuurlijk blij. Ik heb... Ons team heeft gescoord. Hier moet ik oppassen. Want mijn hele team gaat waarschijnlijk dood. Dat wilde ik zeggen. Hier kan ik wat hits doen. Oké. Shit. Hier moet ze oppassen. 3 tegen 2. Waarvan 1 Mortis. En die is nu dood. Alleen een Primo. Dus ik moet even mijn team gaan helpen. En Primo die killt toch wel even die Cole. Wat hij heel lekker doet. Mortis. Kom maar jongen. Dan ga ik je killen. Dankjewel. En dan ga ik even... Oh, nu wil ik even naar die Primo paas, wilde ik zeggen. Oké, ik praat wel naar die Primo. Dan probeer ik even wat hits te doen op die Colt. En dat doe ik. En de boys choken. Oké, die is ook dood. En nog 12 seconden te gaan. Ik denk niet dat we dit weg gaan geven. We doen nog wat heerlijke hits. Oh shit, die Mortis hoort niet bij mij. Oh, Dani. Dat was mijn fout. Dat was mijn fout. Oké, ja, nu is Primo boos op mij, logisch. Oh mijn god. Niet doen. Hij deed net alsof hij een eigen goal ging maken. Doet hij gelukkig niet. Zou wel een beetje vervelend zijn als hij dat wel had gedaan. Maar ik moet hier even oppassen voor die Colt. Kan ik een hit op doen? Kan ik misschien nog een hit op doen? Die is dood. Als Mortis hier maar kan afmaken, zou het chill zijn. Maar dat was mijn fout, daar had Primo gelijk in. Dat was helemaal mijn fout. Maar we hebben alsnog gewonnen. Dat kwam door die Mortis. Dankjewel Mortis. Ik ben wel de ster speler, meeste damage gedaan. Dus dit betekent dat dit potje ook weer in één keer is gewonnen. En dat wij hem rang 25 hebben gehaald. Hartstikke nice. Betekent nog 1 knokken te gaan. En dat is Leon. En die wil ik een showdown gaan doen. Ik ga even snel spieken welke map het op dit moment is. En als ik heel eerlijk ben, ken ik deze map niet. Nou, we gaan hem gewoon spelen. Dus jongens, ik zie jullie zo terug in het potje showdown met Leon. Jawel jongens, misschien wel het laatste potje. Potje showdown. En ik zie al een paar searches. Natuurlijk is showdown best wel lastig op... Oké, hij gaat misschien teleporteren. Teleporteer maar. Doe het. Teleporteer dan. Oké, dan ga ik deze pakken. Haha, get outplayed! Lekker voor hem. Heerlijk. Dat is de gadget. En dan hebben wij 2 krachtpunten. Hij had mijn krachtpunt dus blijkbaar genakt. Oh, ik heb deze trouwens wel eens eerder gespeeld. Hier is een BB. En die moet ik even voor oppassen. En die heb ik gekild. Dat betekent 2 krachtpunten voor mij. Dat betekent dat ik er 3 heb op dit moment. En ik moet even oppassen. Ik heb al 2 kills. Maar eigenlijk vind ik het niet zo fijn als die robot achter mij gaat. Want hier moet ik een beetje rustig spelen op deze map. Oké, en hier moet ik uitkijken voor die Sandy. Ik heb de robot op Sandy afgestuurd. Oké, er zit een boel. Zit rechts van mij. Er zit een boel rechts van mij, hier zo in de bosjes. Oké, en die heeft geen krachtpunten. Dus als het goed is kunnen we die best easy killen zometeen. Als die, wordt gepusht door de storm. En dat gaat niet zo gepusht worden. Ik heb al een paar hits gedaan. Ik moet even uitkijken dat die Daryl niet in de buurt komt. Want dat zou wel een beetje vervelend zijn. Ik vind het chill met Leon dat hij zelfs gevechten kan winnen op close range. En die Sandy, die moet eigenlijk ook eventjes dood. Want die vond ik net heel vervelend. Maar die boel gaat sowieso dood zometeen. Oké. Hij probeert er nog alles aan te doen om het te overleven. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik heb hem hier gekillt. Dat is top. Gewoon... een beetje, hoe noem je dat? Een beetje geduld hebben en dan komt alles goed. Oké, misschien kan ik die hier killen. Oké, dan kill ik jou, jongen. En dan is het goed. Als het goed is het gelukt, jongens. Hebben wij de... Hoe noem je dat? De rank 25 Leon gehaald. Oké, ik ga even snel weg bij die robot. Oké, kill jou, jongen, wat jij wil. Oké, ik moet wel even oppassen hier. Voor die... Nee, ik ga dood. Maakt niet uit, derde geworden. Hartstikke nice, jongens. Hartstikke nice. Wow. Oké, Crow. Hij kan nog choken, die Crow. Crow choked ook heel hard. Search had hem gewonnen. Plus 6 trofeeën. Leon, rang 25 haalt alles in één potje. Het gaat
zo lekker op dit moment op Brawl Stars, jongens. Ik verlies heel weinig potjes en alles is showdown en knokbal, het maakt niet uit. Ik win echt super veel potjes en vandaar ook dat ik op de 27,5k zit. Zoals ik al zei, op dit moment 57ste van Nederland. Hartstikke nice natuurlijk, dat gaat echt, ja, het gaat niet normaal hard. Maar jongens, nieuwe rank 25's, namelijk Carl, Leon, Rico en Mr. P. Hartstikke lekker, ik ga Penny Pam nog even pushen naar 25, denk ik. Shelly Piper moet ik nog, Barley Boo, Nani Tick. Ik heb nog best wel wat rank 25 te gaan en ik heb alleen nog Mortis op 650 zitten. Maar ik vind Mortis gewoon een beetje lastig om te pushen, ik ben niet zo goed met Mortis. Maar vond je deze video nou vet, drop dan dat blauwe duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, zet je notificaties aan, mis jij niks. Hoop dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.